Ik ben eigenlijk beginnen traden vanaf dat ik 16 jaar was, dus nu ongeveer een 12 jaar geleden. Simpelweg door gewoon online op te zoeken hoe kan ik snel geld verdienen. Ik heb daar een account geopend, mijn demogeld trade geopend. Na 2-3 weken, zonder daarnaar te kijken, had ik ineens dat geld verdubbeld. Omdat dat zo snel ging, dacht ik van ja, ik heb hier het snelle goud uitgevonden. Ik dacht dat ik rijk ging worden. En ik verdiende al een klein beetje geld met voetbal toen ik 16 was. En dan heb ik gewoon een account aangemaakt met de identiteitskaart van mijn vader. Heb ik geld opgestort, een goede 500 euro. Heb ik gewoon exact hetzelfde gedaan. Ik heb een trade gezet, lang niet naar gekeken. 2 weken later, dan had ik ook weer, denk ik, een goede 250 euro gewonnen. Het was puur geluk, puur gokken. Zeker als ik dat nu achteraf bekijk. Ik heb gewoon maar gekocht. Ik weet zelfs niet meer wat het concreet was. Maar dat was eigenlijk echt het begin van mijn trading journey. Ik was vandaar hyped, omdat ik op zo'n korte termijn gewoon zoveel geld kon verdienen met zo weinig moeite. Dat heeft mij vooral getriggerd om daarin verder te gaan.